We hebben in de loop der jaren dieven allerlei trucs horen en zien uithalen om te stelen wat ze willen stelen. Maar in deze uitzending hebben we wel een hele bijzondere. Eentje die we nog nooit gezien hadden. De dief in de nu volgende zaak die gooit zijn dance moves in de strijd. De PC Hoofdstraat, de luxe winkelstraat van Amsterdam. Verschillende dure merken hebben hier een winkel. Op zondagmiddag 30 september, even na 4 uur, komt een man deze winkel binnen. Het was op dat moment niet zo heel erg druk in de winkel. Hij werd te woord gestaan door meerdere medewerkers. Maar op een gegeven moment, als hij niet meer te woord wordt gestaan door een medewerker, staat hij om zich heen te kijken of niemand hem ziet. Begint hij te dansen en grist hij tijdens de dans een flesje parfum weg en stopt dat in de zak van zijn bodywarmer. Hij kijkt vervolgens weer om zich heen en als niemand hem gezien heeft, begint hij weer met dansen. En tijdens deze danspasjes grist hij ook nog een paar schoenen weg die hij in zijn tas stopt en daarna loopt hij de winkel uit. De politie wil deze dansende dief graag inrekenen. Dus herkent u de man van de beelden of van zijn dansbewegingen? Neemt u dan contact op met de politie Amsterdam via 0900 8844 of anoniem en dan het nummer 0800 7000.